Stripvrienden, als er één eigenschap is waarvan ik vind dat elke stripliefhebber zoveel, even kijken, nou, dit past nog net binnen beeld, zoveel van moet hebben, dan is het nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid zorgt er namelijk voor dat als je naar de stripwinkel gaat of naar een beurs gaat en daar tussen de strips aan het bladeren bent en aan het snuffelen bent en aan het kijken bent en dat je dan denkt van, hey, die reeks die ken ik niet, maar hij ziet er eigenlijk best wel interessant uit. Laat ik hem eens kopen, laat ik hem eens gaan lezen, want wie weet vind ik hem wel leuk. Ja, als je dat niet doet, dan blijf je beperkt tot die paar strips die je misschien kent. En andere strips denk je van, nee, dat ken het niet. En nee, dan blijft je striphorizon vrij smal. Het is leuk dat je striphorizon breder wordt, dat je meer verschillende reeksen gaat lezen. Nieuwe tekenaars leert kennen, nieuwe scenaristen leert kennen. En dan ga je alleen maar meer van genieten. Dat, ik spreek uit ervaring. Maar ja, helaas zit daar ook een keerzijde aan, want niet elke strip die je gaat kopen, die zul je achteraf gezien heel gaaf vinden of heel leuk vinden. Nee, er zullen strips bij zitten waarvan je denkt van, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee aan moet. Ik vind hem eigenlijk niet zo leuk of ik had toch iets anders verwacht. Ja, dat soort dingen gebeuren nu eenmaal, maar laat nieuwsgierigheid je daar absoluut niet van weerhouden. Ik heb dat ook niet gedaan en ik heb vorig jaar ook de nodige albums gelezen waarvan ik achteraf dacht van, ja, eigenlijk vind ik dit album niet leuk genoeg om daar nou een aparte video over te maken. Ja, je voelt de bui natuurlijk al hangen. In deze video heb ik 3 van dat soort albums. En dat zijn deze 3. En in deze video wil ik je daar wat van over gaan vertellen. Nou, zoals jullie al gemerkt hebben natuurlijk, sta ik even op een andere plek. Ik dacht, weet je, laten we een keer eens iets anders uitproberen. En dan sta ik in ieder geval een keer bij mijn stripverzameling. Die staat niet op de meest ideale plek en hij is nog een beetje een rommeltje. Ik moet nog een keer hem helemaal netjes gaan maken, netjes gaan sorteren. Maar goed, dat wordt nog even een puzzeltje. En daar heb ik nog even geen tijd voor, want ik moet natuurlijk ook gewoon weer video's maken voor jullie om te kijken over stripalbums. Zoals deze, Ster van de Woestijn, het 3e deel van deze reeks. Meestal vind ik het een beetje gewaagd om midden in reeksen in te springen. Het geluk wat ik met deze heb is dat dit het begin is van een nieuwe cyclus. De 2 voorgaande delen die zijn namelijk al in 1999 uitgebracht. En dit heb ik begrepen, na wat nazoekwerk te doen op internet, is een prequel van die voorgaande 2 albums. Het tekenwerk vind ik op zich wel mooi, maar ja, het maakte niet heel veel indruk op mij, moet ik heel eerlijk zeggen. De gebruikte kleuren spreken mij wat minder aan. Het is een western. Ik ben de laatste tijd best wel gek op westerns, maar vooral even westerns die iets bijzonders brengen. Niet dat traditionele cowboys en indianen verhalen. Ik was gewoon nieuwsgierig van, oké, dit is een western. Nou, die zal ik dan vast wel leuk vinden. En toen ging ik hem lezen en toen had ik toch een beetje zoiets van, ja, het komt me toch allemaal wel een klein beetje over als het standaard western verhaal. De pioniers die komen langzaam steeds dichter naar de indianen toe. De indianen zijn bang dat ze hun land inpikken. Ook hier zitten weer een groep van die rauwe schurken in die flink lopen te stoken. Er zitten wat wraakthema's in het album. Maar ik vind toch dat het niet helemaal lekker uit de verf komt. Wat ik wel weer interessant vond is dat er vrij veel focus ligt ook op de indianen. Er worden met name een aantal personages worden een beetje gevolgd. En om een of andere reden, ja, trekken de indianenverhalen mij meer dan de cowboyverhalen. En wat dat betreft doen ze dat in deze wel weer goed. En goed, er hebben ook een hele hoop mensen aan gewerkt, viel mij zomaar eventjes op. En dan denk ik ook van, hé, goed, ik ben niet helemaal kapot van dit album. Het is ook geen slecht album. Het album eindigt met echt wel een hele grote cliffhanger. Dat ondanks dat ik zoiets heb van, niet helemaal mijn ding, dat ik toch nieuwsgierig ben naar het volgende deel. Dus wat dat betreft hebben ze dat zeker heel goed gedaan. Over de hele linie heen had ik een bepaalde verwachting van dit album. En daar heeft hij niet aan voldoen. Daar kan het album niks aan doen. Dat ligt misschien gewoon aan mijn verwachting. Dat kan. Maar ik, ja, dit is waarschijnlijk geen reeks die ik verder ga volgen. Maar wie weet zijn er liefhebbers die denken van, nou, maar dit is wel een beetje waar ik van hou. Nou, dan weet je waar je hem kan vinden. Ster van de Woestijn, deel 3. Een andere reeks waar ik nieuwsgierig naar was, maar waar ik achteraf toen ik hem gelezen heb over dacht van, ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik er nou precies van moet vinden. Dat is deze, Sneeuw, de Oorsprong. Het eerste deel getiteld De 12. En misschien, ja, de titel was namelijk hetgeen wat mij aansprak, waarvan ik dacht van, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, maar misschien dacht ik toch even een verkeerde richting op. Ik dacht even aan daadwerkelijke sneeuw, hoewel het album daar wel over gaat. Maar het is natuurlijk niet over de oorsprong van de sneeuw. Snap dat dan? Dat blijkt uiteindelijk te gaan om een jong kind
die de naam Sneeuw heeft gekregen. Genoemd door de leider van een bepaald broederschap, die zich De Twaalf noemen. En het is een post-apocalyptische thriller, actiethriller, die zich afspeelt in Europa. Maar dan een Europa wat volledig onder sneeuw en ijs ligt. Eeuwige winter heeft Europa voor altijd bevroren. Goed, sprak de koude kleum. Ja, ik krijg het al koud als ik hem lees. Maar goed, qua tekenwerk wordt die ijzige kou, die wordt natuurlijk ook heel goed in beeld gebracht. Nou geef ik meteen al iets weg wat ik eigenlijk nog wilde zeggen. Wat je dus tegenkomt in het album, je ziet dus dat ze, ik zal het nog een keer laten zien, arken aan het bouwen zijn. De ark, hè, de Bijbelse ark van Noach. Er zitten verschillende elementen in dit album, in dit verhaal, waarvan ik denk van oké, dat vind ik wel interessant, want ik probeer dit een beetje in een bepaalde tijdsperiode te plaatsen. Ik zeg wel post-apocalyptisch, maar ik weet eigenlijk niet goed hoe en wat. Want het grootste deel van dit verhaal, van dit album in ieder geval, speelt zich af in Rome. Maar is dat het oude Rome? Als je de gebouwen ziet, die zijn wel heel erg mooi getekend. Dat vind ik wel heel gaaf. En met name het geloof, natuurlijk, hè, Rome, de bakermat van de katholieke kerk, speelt daarin een belangrijke rol. Je ziet die arken, dus dat speelt ook weer een rol, dat Bijbelse element erin. Daarnaast zitten er ook gladiatorengevechten in. Dus dan denk ik van, moet ik dit nou juist, is het eigenlijk een beetje meer in de geschiedenis, of is het juist iets in de toekomst, dat mensen weer een beetje terugkeren naar die barbaarse of minder beschaafde tijden. Maar aan de andere kant zitten er ook alweer stukken in waar je eigenlijk hypermoderne apparatuur ziet. En ook even het hele idee van Europa, daar zit een soort muur omheen, een soort veiligheidsmuur om alle kwade elementen weg te halen. En er is iemand die wil die muur slopen. Met alle gevolgen van dien. En die 12 die proberen dat tegen te gaan. Dat is een klein beetje waar dit verhaal over gaat. Die sneeuw, daar ze geeft dit album eigenlijk weinig informatie over. Dus ik ben toch wel nieuwsgierig van, hoe? Maar goed, het is natuurlijk het eerste deel van een reeks. Er gaan nog meer verhalen komen. Dus waarschijnlijk gaan we daar die ontwikkeling van dat kind sneeuw wel inzien. Maar goed, voorlopig, tekenstijl vond ik wel mooi. Verhaal vond ik op zich ook wel leuk. Maar ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moet. Dus bij deze, ik laat hem in ieder geval zien. Dan weten jullie dat hij er is, mocht je hem niet gezien hebben. Mocht je toch interesse hebben, je weet waar je hem kan vinden. Sneeuw, de oorsprong, het eerste deel, De 12. Het laatste album wat ik in deze video heb, dat is deze. Het album Tegen QAD van Nestor Burma. En misschien denk je van, maar jij hebt toch al eens een vlog gemaakt over Nestor Burma? Waarom zit hij dan in een vlog met albums die op jouw twijfellijst staan? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Eigenlijk past deze er niet helemaal bij. Want dit vond ik eigenlijk best wel een leuk album om te lezen. Het vorige album van Nestor Burma heb ik absoluut van genoten. En toen er een nieuwe uitkwam, dacht ik van, daar ben ik toch ook wel weer nieuwsgierig naar. Die wil ik ook wel even lezen. Toch is er één factor die deze toch een klein beetje wel op mijn twijfellijst zet. En dat is namelijk de tekenaar van het verhaal. Dit album is namelijk getekend door Moino, zoals je kan zien. Het is nog steeds het verhaal van, of in ieder geval naar het verhaal van Leo Mallet. Het zijn nog steeds de personages van Jacques Tardy. Maar de tekenstijl van deze Moino is toch anders. Niet zo strak, wat rommeliger. Ook de inkleuring is een stuk fletser. En dat vond ik dan toch wel weer jammer. Gelukkig is het wel een heel goed verhaal. En dat redt uiteindelijk wel dit boek, waar ik hem toch wel heel erg leuk vind. In het andere album, daar komt iemand naar Nestor Burma toe en die smeekt hem bijna om een zaak aan te nemen. In dit album rolt Nestor Burma als het ware per toeval in een zaak, maar hij besluit zich er toch in vast te bijten. De tijdsperiode waarin dit album zich afspeelt is ook even bijzonder, want dat zie je meteen eigenlijk al een beetje heel vaag op de cover. Dit album speelt zich af in 1942. Vandaar dat je hier te maken hebt met een Parijs wat min of meer bezet is door de Duitsers. Je ziet ze zo nu en dan even voorbij komen. Er zitten ook wel bombardementen in. Die spelen zijdelings even een rol. Die zaak die vond ik wel weer heel interessant, want dat is ook weer een moord op iemand. Je hebt weinig aanknopingspunten, maar Nestor Burma is wel een detective die zich flink vastbijt in een zaak. Ondanks dat Nestor Burma de liefde vindt in dit album, loopt het album wel treurig af. Maar alles bij elkaar is het wel weer gewoon een heerlijke zaak om ook als lezer over de schouder van Nestor Burma mee te kijken. En als je van een goede detective houdt, dan zit je bij Nestor Burma absoluut goed. Dus tot slot, 3 totaal verschillende albums. Alle albums hebben goede kanten, hebben mindere kanten. Het is me net even, wat je smaak is en waar je van houdt.
Ik zeg, ben je toch nieuwsgierig geworden? En daar draait het uiteindelijk toch om. Je vindt deze albums en natuurlijk ook de andere delen die bij de reeks horen bij de stripwinkel, dus ga ze daar lezen. Als je een van deze albums gaat lezen, dan ben ik zeker benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat dat achter als een comment. En vind je het leuk als ik vaker op deze plek een video opneem? Laat dan even dat merken door het duimpje omhoog. Ik vind dat vreselijk om te zeggen, maar ja, ik weet even geen andere leukere manier. Dus, nou, een lange video, maar ja, dat heb je als je een hoop albums hebt. En geloof me, ik heb me echt proberen in te houden en niet te veel te vertellen. Maar goed, je gaat al snel... Raak je de tijd kwijt als je eenmaal over strips aan het praten bent. Vooral als je strips zo leuk vindt. En dat, ondanks dat ik deze albums niet super geweldig vond, blijven het strips. En ik hou van strips. Dus ook dit soort albums krijgen bij mij toch eventjes wat tijd om met jullie te delen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.